Yo, wat's up mensen en welkom bij een nieuwe video op Biontown. Mijn naam is Juri en jij kijkt naar de kersteditie van iPlay, nummertje 3 alweer. En dit keer spelen we Robot Unicorn Attack 2, omdat het het meest kerstachtige spel ooit is. Op mijn intro. In mijn tijd vroeger was Robot Unicorn, toen het nog op de PC te spelen was, op Adult Swim Games, dacht ik echt de shit om te spelen. Het was fucking verslavend en het sloeg helemaal nergens op. En dit is nu deel 2, het ziet er alleen maar vetter uit. Het is nu dus ook op de iPad te spelen. En ja, het is echt zo'n space game, weet je. Dat je denkt van, what the fuck heb ik zojuist gespeeld? Oftewel, heeft alles met kerst te maken en ik zou zeggen, laten we tap to play. The Sparrow Claim. Watch out for Star for. Oké, ik moet nu beginnen. Jump. Ah nee, ik moet deze hebben. Oeh, dit is wel lang geleden hoor. Jump. Oké. Ik snap het. En die. Oh ja, ik kan natuurlijk dubbel jump doen. En die epische muziek altijd, dat was altijd het leukste. Maar op een gegeven moment krijg je ook een soort van koppijn. Zeker als het op mijn iPad moet kijken. Fuck! Dat bedoel ik. Ik moet natuurlijk wel door die dingen heen springen. Je moet door die sterren heen springen. En jij volgens mij, ik heb nog een leventje of 5 of zo. Ik weet niet. Ik denk dat die dingen rechtsbovenin mijn leven zijn, hoop ik. Het is zoals je misschien wel door hebt. Kijk, ik kan momenteel de muziek helaas niet horen. Die kunnen jullie als goed zo wel horen. Maar ik weet gewoon dat het fucking. Het is echt zo. Veel van dat je denkt van. Welke stoner heeft het spel bedacht? Ja, godverdering. Kut. Het is ook echt een opgevende rage als je er lang mee bezig bent. Oh, de laatste. Oh ja, we hebben 3 levens. Final wish. Oké. Laten we dit doen. Jump. Jump for my love. Jump in. And feel the touch if you wanna dance. Oké, dit deed ik ook wel eens vroeger. Gewoon alleen maar die dashes gebruiken. Alleen maar dash. Dash, dan moet je dat goed timen, dus dat is van halve. Oh, daar is! Yes! Ik moet daar wel doorheen. Ik dacht eerst even, wat de fuck doe ik? Maar ik moet er gewoon doorheen. Oké, dit was het tutorial. Oh fuck, ben ik al een keer dood gegaan met het tutorial? Oh wow. Hey, toch fijn, die moet je het ook opmaken. Oh fuck. Ik krijg nu al een koppijn gewoon. Wat de fuck, waarom zit er hier dingetjes onder? Oké. En hoe verder je komt, hoe meer de muziek gaat spacen. Oh, fuck. Continue. Ja, prima. Ik heb zo'n ding. Let's go. Oh, kijk, die warrels op de achtergrond. Die fucking grote warrels op de achtergrond. What the fuck? What the actual fuck? Holy shit, man. Even serieus. Weet je, je moet dit een keer. Ja, dit is niet. Natuurlijk, het is niet goed, weet je. Het is niet verantwoordelijk omdat. Holy shit. Dit zat niet in het spel wat ik vroeger speelde, hoor. Godverdomme. Gadverdamme. Oh yes, rank 2. Oh, er zit echt wel een verbetering in het spel. Oh nice, dat wist ik helemaal niet, joh. Fucking vet. Ik dacht dat het gewoon weer lekker even no life in het spel was, maar oké. Dus die druppeltjes zijn een soort van currency waarmee ik betaal. En dan online battle. Inferno versus Rainbow. Unlocks at rank 6. A war between Team Rainbow en Team Inferno. Oh wow. Je kan dus tegen elkaar ook op een gegeven moment. Oké, fucking even. Godverdomme, ging ik op je klaar. Ja, het is wel een gratis spel, weet je. Dus ja. Het is natuurlijk. Het blijft altijd een beetje op de reclames. Ja, wat de. Het is trouwens echt gewoon compleet voor de iPad gemaakt, het spel momenteel. Ook gewoon een HD, dus dat is ook wel nice. En ondertussen is het wel te doen dat ik een klein beetje op het spel blijf letten. Shit. Wat? Het leek net of ik naar beneden geknald werd. What the fuck? Ik was helemaal niet zo ver, ik had dat ding aan niet hoeven gebruiken. Ik denk dat we even opnieuw kunnen gaan. Oh, fuck! Nou, kut, sorry. Wat een spacebel is dit. En ook die elfjes die gewoon punten geven.
Tapies. Nee, hoe de fuck kom ik daar naar beneden dan? Moet ik dan mijn iPad omgedraaid houden zoals ik dat nu zo doe? Nee, kut. Dat werkt dus niet. Maar dit, ja, nee. Daar zit er wel shit onder. Wow. Nee, ik vind het verder flikker. Ik ben niet zo ver. Eigenlijk zou ik de muziek even moeten horen, dan weet ik precies wat er nou, afgespeeld wordt. Godverdomme. Oh! Yeah! Fuck yes. Past wish. Oh! Oké, laat fuck it. Ik doe gewoon niet. Ik doe gewoon deze shit. Damn. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. I spread my wings and fly away. Oké, laten we nog één keer drie wishes. Godverdering, klikker op weer reclame. Laten we nog één keer al die wishes doen. Oké. Ja. Oké. Helaas, geen doel. Fucking fabulous. Episch. Huppakee. G. Kaart G. Ik leef in de wereld van de... Godverdomme. In de wereld van de unicorns. Unicorn madness. Woo, yeah. Ah! Scheiße. Oh! Godverdomme. Tering. Schrik me daar even tevens. Damn, niggas. Hey, nieuwe, wat is het? Ik weet hoe het ding heet. Oh, we gaan nu wel ver hoor. Godverdomme. Dit zijn. Die had ik echt nodig. Ah! Fuck! Oké, okay, was oké. Maar van als deze. Oh, je kan hem ingewikkeld houden. Wow. Oh wow. Nee, niet nog. Oké. Okay. Laatste keer, jongens. Oké, daar gaan we. Tim. Bam, niggas. Woo, past wish. Dit kan je toch uren spelen? Ik bedoel, fucking nul. Gewoon gratis spel wat je gewoon heerlijk uren kan spelen. Ik speel trouwens nog steeds Clumsy Ninja, wat ik vorige keer gedaan heb. Dus het blijft echt een... Oké, nog een keer. Het blijft echt een episch spel. Gewoon omdat je lekker lang aanwezig kan zijn. Yes! Dash 5 stars. Nice. Dat doet de Fijnhuis is eronder. Waar die walkers moet nu komen, of niet? Ik wist ver mogelijk niet te komen, dus. Ah, daar was de walrus! Maar helaas, ik ben dood. 11.000 punten. Not bad. Maar ook weer niet heel goed. Oké, nou goed. Nu ben ik rank 3. Nice. Geweldig. Wat? Your bravery customize your gameplay with boost. Oké, je boosten en... het zal. Oké, nou, goed. Ja. In ieder geval, dit was even de uitleg voor deze keer. Echte kerstgame, Rainbow Unicorn Attack 2 is te downloaden voor de iPad. Helemaal gratis. Ik hoop dat jullie het een beetje een leuke, vette game vinden. Ik ga hem gewoon erop houden voor als ik hier eens niks te doen heb. Kan ik gewoon eventjes lekker met de Rainbow Unicorn bitch even gewoon attacken. Weet ik veel, joh. En het ziet er leuk uit, er zit een beetje progressie in. Dus het is op zich wel een vet spel. Vind je het nou een leuke video? Laat dan een duimpje achter en abonneer natuurlijk op Banjotown. En wil je mij zien gamen, dan kun je altijd mijn kanaal even checken. Game is my man. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik wens jullie alvast een hele fijne kerst. En ik zal jullie vast nog wel zien tussen kerst en oud en nieuw. Dus daar hou ik me even vanaf.
Laat eens. Bye.